De bibliotheek heeft een nieuw klein model scootmobiel. Want scootmobielgebruikers konden met hun eigen scootmobiel niet in de lift. Maar met dit kleinere model lukt dit nu wel. Ter gelegenheid hiervan was er een feestelijke opening samen met scootmobielvereniging De Stokvisrijders en de vrienden van de bibliotheek, die deze aanschaf financieel mogelijk hebben gemaakt. De mensen wouden toch ook graag naar de bovenverdieping hier op de bibliotheek. En de directie van de bibliotheek heeft toegevraagd: voelen jullie er wat voor om hier steun aan te geven? En dan zeiden we, dit willen we graag financieel ondersteunen. En daar hebben we dat scootmobiel gegeven. Nou, ik ben zelf in bezit van een scootmobiel, maar die past helaas niet in de lift. En ik wil nog graag boekjes lezen. Maar die staan dan uiteraard weer op de tweede verdieping of op de eerste verdieping. En daar kom ik niet bij. Want ik kan wel lopen, maar dat zijn meestal kleine stukjes. Dus nu hebben ze van de bibliotheek zelf een scootmobiel aangeschaft. Ideaal. Dus je komt nou door de hele bibliotheek. Je kan boekjes halen waar je maar heen wil, zeg maar. Daar ben ik ze toch wat dankbaar voor. Aangezien het pand van de bibliotheek oud is, is er destijds met de bouw geen rekening gehouden met scootmobielgebruikers. Langzamerhand in het nieuwe gebouw wordt overal rekening mee gehouden. Dat zie je ook met de opgangen en zo. Vroeger moesten ze allemaal de trappen op. Dat is op dit moment in de moderne gebouwen is dat goed geregeld. Alleen dit is natuurlijk een oud gebouw. Daarvoor gaan ze ook bouwen. En daar zal natuurlijk dit probleem niet meer voordoen. Hè? Je ziet steeds meer dingen in Deventer, zeg maar, wat aan aangepast wordt. Dus steeds meer gelegenheden kan je naartoe. Zonder problemen met scootmobiel.